Het jaar van de Kasiko. Dat is het onderwerp van de persconferentie die is gehouden door Rose Eternal Media in samenwerking met de organisatie NAX. De organisaties zullen dit jaar werken aan de herwaardering en de ontwikkeling van het immaterieel erfgoed van de Kasiko-muziek. Volgens Rosita Leeflang, directeur Rose Eternal Media, is er een werkgroep ingesteld die activiteiten hiertoe zal ontplooien. Tijdens de persconferentie is een stukje uit een oud slavenlied gezongen door Ruben Stoffie Muringen, die ook uitlegt wat de betekenis van het lied is. Alla presi, come si da botri. Alla presi, come si da botri. Alla presi, per mi vaca, come si da botri. Alla presi. Pemiwaka, Womezina Botri, Alla Presi, Womezina Botri, Pemiwaka, Womezina Botri. Is een heel oud lied vanaf de slaventijd. Toen had je een slavenplantage-eigenares die rijk was en dan beelde ze haar rijkdom uit aan een van haar mooie slavinnen. Ze kleedde haar mooi aan en al haar goud en juwelen mocht dan die slavin dragen. En zij had dan een rijsttafel, een feestje georganiseerd voor al haar vrienden. En dan zaten ze in een zaal zoals wij hier zitten. En de jonge slavin, Emelina, die zat er ook bij. En dat hinderde de blanke plantage-eigenaren en eigenaressen. Dus er is een van de uitgenodigde de plantage-eigenares van Emelina van, kan dat nou? Wij hoge gasten zitten hier en een slavin die zit hier tussen ons en dat ging vroeger, ging dat niet. En toen dat tijd sprak men zingen tegen de slaven. Dus toen zei de eigenares, zal ik jullie een lied leren die ik van mijn slavinnen heb geleerd. Terwijl zij doelende op de slavin Emelina. En toen zong zij Emelina, alla presi, comichuna botri. Alla presi, comichuna botri. Emelina, alla presi, peni bigi misi waka, mimu comichuna botri. Dus Emelina moest zich zo snel mogelijk naar de keuken begeven, want ze hoort daar niet thuis. Dus dat is de definitie plus. En Rosita Leeflang geeft aan waarom haar productiebureau een samenwerking is aangegaan met de organisatie NAX. Als productiebureau doen wij dit nauw samen met NAX. U ziet hier ook enkele leden van de organisatie NAX. En daarom zijn we ook hier vandaag. Omdat deze organisatie zich al jarenlang inzet om die Kasiko-muziek inderdaad die plaats te geven. Denkt u bijvoorbeeld aan Nax Kasiko Loko, waarvan een van de voorzangers ook hier zit. En u weet het, ze hebben in december en januari nog een grote hit gehad op de Surinaamse radio. Vandaar de samenwerking tussen Rose Eternal Media en de organisatie Nax. Rosita Leeflang, directeur van Rose Eternal Media, tijdens de persconferentie die het bureau in samenwerking met de organisatie NAX heeft gehouden. Hierbij is de werkgroep voorgesteld die tal van activiteiten zal organiseren in verband met het jaar van de Kasiko.